Ja, Gerson, 2 dagen onderweg trainingskamp. Is het eigenlijk leuk? Is het leuk? Ja, kijk, je weet waar je in eerste instantie voor bent en dat is voornamelijk trainen. Dus daar stel ik me ook gewoon op in. En, ik denk dat niet dat we zitten niet op een slechte locatie, maar ik denk niet dat hier heel veel te doen is. Maar we trainen dusdanig veel, dus daar heb ik nu nog geen tijd voor. Dus. Ja, je moet daar de voldoening uit halen uit het voetbal, want echt hele gekke dingen ga je niet meemaken. Nee, dat denk ik ook niet, maar uit het voetbal haal ik mijn voldoening wat dat betreft wel. Ja, is dit misschien wel voor jou de meest positieve trainingstrip met FC Twente? Want dit lijkt de eerste keer dat je echt helemaal verzekerd bent van een basisplek. Ja, als je het op die manier bekijkt, zo zou je het wel kunnen zeggen. Ik voel me ook gewoon goed en ik ben hier met veel vertrouwen heen gekomen. Vakantie heeft me wel goed gedaan, maar als er geen windstop op dat moment zou zijn, zou ik het ook wel oké vinden. Omdat voor mijn gevoel ging het wel lekker. Dus wat zeg ik, ik ben hier met veel vertrouwen heen gekomen. Ja, hoe lang heeft die route voor jou geduurd dat je echt weer lekker voelde? Ja, het was een lange route, een hele lange zelfs. Maar goed, nu het uiteindelijk zover is, dan is het wel lekker en dan weet je waarvoor je het allemaal hebt gedaan. Ja, is het wel eens moeilijk altijd tegen die stempel vechten van Gerson Cabral, lastige jongen, want ik heb hier nog nooit voor de camera gehad, maar we zijn nu 2 minuten onderweg en ik merk er eigenlijk nog weinig van. Ja, kijk, daar is ook al heel veel over gezegd en over geschreven en weet je, ik vecht daar niet meer tegen om zeg maar, ik heb een stempel gekregen. En, maar voor mijn gevoel is het door mensen die mij niet eens kennen. En dat vind ik ga niet zeggen dat ik daar moeite mee heb, maar dat vind ik wel jammer. Want die mensen hebben niet echt de tijd genomen om eens een keer in een-op-een gesprek met mij aan te gaan. Die horen dingen en die praten elkaar dan maar na. Maar goed, als ze zich daar goed bij voelen, ik bedoel van, ik ga daar niet tegen vechten in ieder geval. En wat je zegt, we zijn nu 2 minuten, inmiddels 3 minuten onderweg. Als jij dat niet dat gevoel niet hebt, vind ik dat alleen maar mooi, toch? Ja, maar is het moeilijk voor een jongen? Want er komt heel veel bij kijken bij profvoetbal bestaan. En wordt het wel eens onderschat door de buitenwacht? Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel van, ik praat dan voor mezelf. Ik ben best wel een emotionele jongen. En in het begin had ik daar best wel moeite mee. Ik bedoel van, mensen roepen dingen over je waarvan je denkt van, hoe kom je daarbij? Het is helemaal niet zo. En dan moet je het weer gaan uitleggen dat het niet zo is. Maar op een gegeven moment dacht ik ook bij mezelf van, weet je, als jij dat van mij wil denken, dan moet je dat doen. Ik probeer gewoon zoveel mogelijk en zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven. En daaruit doe ik mijn dingen. Ik ben, wat ik zeg, een gevoelsjongen en doe dingen meestal op gevoel. Dus wat een ander daarvan denkt of wat een ander daarvan vindt, ja, dat is aan die persoon zelf. Ben je veranderd in de laatste jaren? Ben ik veranderd. Ja, ze zeggen altijd hoe ouder je wordt, hoe wijzer je wordt. Maar ik voel wel dat ik gewoon voor mezelf wat meer rust. Ik ben een jongen uit Rotterdam, ik heb bij Feyenoord gezeten en dan is alles heel uitgemeten, heel groot alles. En alles wat je doet, dat wordt ook groot. Vooral als je profvoetballer, dat wordt gewoon opgelet en dat wordt heel groot uitgemeten. Maar voor mezelf ben ik wel wat rustiger geworden. En dus wat dat betreft kan je wel zeggen dat ik wel wat ben veranderd. Ja. Ja, is het eigenlijk leuk om te gaan met de roem? Want ik weet niet hoe het is, maar als jij als jonge jongen daar in de Kuip speelt, hoe is dat dan? Hoe loop je dan door Rotterdam bijvoorbeeld? Ja, weet je, iedereen wil wat van je. Ja, dat is wel zo. En in het begin, weet je, is dat allemaal heel leuk. Het is ook nieuw, het is niet alleen nieuw voor die mensen, maar het is ook nieuw voor jouzelf. Ik bedoel, het is voor iedere jongen uit Rotterdam een droom om bij Feyenoord dan te voetballen. En dat was voor mij op dat moment het geval. Dus ja, ik vond het wel leuk. Maar op een gegeven moment wordt het wel vervelend, want je merkt gewoon van, je hebt heel weinig privacy. Als je privacy is alleen thuis, ben je buiten, dan spreekt iedereen je aan. En wat ik zeg, in het begin is dat leuk, maar op een gegeven moment denk je ook wel van, ja, nu even niet. Maar zeg je dan van, ja, nu even niet tegen die mensen, dan ben je heel snel arrogant. Dus het is moeilijk wat dat betreft, maar goed. Het zijn leuke dingen, maar het heeft ook wat mindere kanten, laat me het zo zeggen. De voetballer Cabral, in hoeverre heeft hij zich ontwikkeld de laatste jaren? Ik denk dat ik mij vooral als mens en door alles wat er is gebeurd, dat ik mij best wel veel heb ontwikkeld. En
Waar we het net ook al over hadden, er wordt veel weer gezegd, veel weer geschreven. En dan sneelt het voetballen een beetje onder. En ik denk dat ik bij Feyenoord een hele goede periode heb gekend. En daar heb ik mezelf ook wat dat betreft in de voetbalwereld op de kaart gezet. En daarna zijn er vervelende dingen gebeurd. Of het nou wel waar is of niet waar, dat laat ik dan even in het midden. Dus dat heeft het wel een beetje laten ondersneeuwen. Maar ik bedoel van hoe ik me nu voel en hoe het nu gaat, voel ik me gewoon goed. En voel gewoon dat ik volwassener ben geworden, ook in mijn spel. De afgelopen tijd. Dus wat dat betreft kan je wel zeggen dat ik me heb ontwikkeld. Ja. Met ups en downs natuurlijk. Heb je ook een moment gehad dat je in de spiegel keek en dacht van Gerson, dat is misschien niet zo verstandig wat ik gedaan heb? Tuurlijk, overal kan je wel je vraagtekens bij zetten. Het is maar net hoe men daar over denkt of wat men daarvan vindt. Snap je? Doe je iets goeds en doe jij iets en iedereen vindt het goed, ja, dan heb jij voor je gevoel van volgens mij is het wel goed. Maar doe jij iets waar men van denkt van wat doe jij nou? Dan ga je zelf ook twijfels krijgen van heb ik wel goed gehandeld? Tuurlijk kon ik in sommige situaties wel anders handelen of iets anders doen. Maar dat is allemaal achteraf en daar heb ik van geleerd. En dat heb ik nu gewoon toch wel als bagage meegenomen wat dat betreft. Ben je makkelijk voor een trainer? Ik ben wel een makkelijke jongen. Ik ben wel een jongen met een eigen mening. Ik bedoel, van als een trainer me zegt van je moet dat doen of je kon dat doen. Dan is het niet gelijk van, trainer heeft gelijk. Als het zo is, dan zeg ik gewoon van, daar heeft u gelijk in. Maar als ik op dat moment vind dat het niet zo is, dan ga ik gewoon op een nette manier daarop in. Dat hoeft niet per se, want men denkt dan gelijk heel vaak van, als je iets terugzet, heb je een grote mond. Ja, dat is absoluut niet zo. Ik bedoel van, je hebt een trainer en een trainer die ziet dingen, die ziet iets op zijn manier. Maar jij kan het ook op jouw manier zien en dan kun je het bespreken of dan kun je daarover in discussie gaan gewoon op een hele nette manier. En uiteindelijk kan je daar gewoon denk ik netjes uitkomen. Het hoeft niet altijd negatief te zijn. Ja, vind je persoonlijk niet dat het gewoon te weinig van dat soort jongens bij Twente zijn? Want ik volg dan nu een paar trainingen. Ik denk, het mag allemaal wel wat harder. Als ik bij andere clubs kom, dan heb ik wel eens vaker het idee dat er wat meer wordt gezegd. Ja, ik denk dat wij best wel een relatief rustige groep hebben wat dat betreft. En ik bedoel van, we hebben veel jonge jongens. Maar ik denk niet dat dat echt een excuus mag zijn om elkaar dingen te zeggen. Dus dat mag geen excuus zijn, maar het gebeurt heel weinig. Ik ben dan wel zo'n jongen, als het op een gegeven moment niet bij alles wat fout gaat, hoor je mij of zo. Maar als ik op een gegeven moment denk van, jongens, kom nou, dit kan niet. Dan zal ik daar wel, dat zal ik wel dat gewoon op een hele duidelijke manier zeggen. En ik vind wat dat betreft dat er wel meer pit in mag. En weet je, iedereen is anders. Maar soms is het nodig. En vooral in de situatie waar wij in zitten. Ja, want die is niet rooskleurig. Nee. Het moet voor jou een heel raar seizoen zijn. Want in het begin van het jaar hoor ik dan Cabral mag vertrekken. Ja, jij zult ongetwijfeld ook die verhalen horen en lezen. Hoe zat dat nou? Ja, kijk. Wat je zegt, voordat ik naar Twente toe kwam, het was eigenlijk het tweede seizoen op rij dat ik eigenlijk al wist van ik mag verhuurd worden of ik mag weggaan. En dit keer, natuurlijk toen ik bij Willem II zat, heb ik ook een beetje dingen meegekregen wat er allemaal bij Twente gebeurde. En financiële dan, dat lees je dan via, maar gewoon meer het sportieve. Ik zag dat het ook niet goed ging en dat veel mensen verkocht werden op een gegeven moment, ook toen ik in de voorbereiding was aangesloten. En dan zie je, ik zag op dat moment van dat biedt misschien voor mij wel perspectief. En de toenmalige trainer op dat moment, Schreuder, die heb ik ook wel één op één gesproken en ik heb hem ook gewoon gevraagd van, hoe zit het? Hoe zit het in de zin van, wat is mijn perspectief hier bij de club? En op dat moment gaf hij mij gewoon aan van als jij gewoon zo doorgaat. Want als jij gewoon zo doorgaat, dan is het niet uitgesloten dat jij misschien wel gewoon gaat spelen. Want in de voorbereiding draaide ik best wel lekker. Ik trainde goed, ik speelde goed. En op een gegeven moment, de wedstrijden waar het er een beetje echt om ging in de zin van qua tegenstand, speelde ik bijna allemaal. Ja. En dat ging wel gewoon goed. Maar op een gegeven moment,
zag ik je weer bij tweede. Ja, toen ze op trainingskamp gingen. En ja, toen speelde er wat. Nou, maar in ieder geval toen we op trainingskamp gingen, ja, toen mocht ik niet mee. Maar ik wist wel bijvoorbeeld als ze terug zouden komen en ik zat er nog steeds en ik had geen club, dan zou ik wel gewoon weer aansluiten bij het eerste. Want dat werd mij op dat moment ook verteld. En zo is dat uiteindelijk ook gegaan. Maar vanaf het moment dat ik zeg maar aansloot, had ik gewoon het gevoel van, hé, ik ga gewoon voor mijn kansen en ik weet wat ik kan en ik ga gewoon laten zien dat ik hier hoor. Dus, ja. En dan is er een keer een wedstrijd, een thuiswedstrijd, loop ik op de parkeerplaats en ik zie in één keer Cabral wegrijden. Ik denk, is er wat gebeurd thuis? En dan hoor ik na afloop van de trainer, ja, hij was te laat bij de wedstrijdbespreking. En dan word je weer teruggeworpen. Ja, goed. Daar is niet handig. Ja, daar is ook inderdaad ook. Is inderdaad niet handig. Dus, weet je, ik heb daar met de trainer over gesproken. Ik heb hem gezegd hoe ik er op dat moment over dacht. En hij heeft mij zijn beweegredenen gegeven waarom hij die beslissing had gemaakt. Daar kan ik het mee eens zijn of niet, maar goed. Op dat moment is de keuze gemaakt. En ja, het is inderdaad niet handig, maar goed. Ja, nu lijkt de strijdbel begraven. Je kreeg je kans. Je was meteen heel belangrijk in de wedstrijd tegen de Graafschap. Ja. Hoe is de status nu? Want ja, als er een club komt, ga je dan verkassen of hoe sta je erin? Want ik kan me voorstellen dat je... Op dit moment, ja, ik blijf gewoon bij Twente. Dat is eigenlijk het enige wat ik daarover kan zeggen. Saf, ja, kan wel dat erin, als er interesse komt, dat het misschien wel wordt besproken. Maar uiteindelijk gaat het toch om hoe ik erin sta en wat ik wil. En op dit moment kan ik gewoon volmondig zeggen dat ik wat dat betreft bij Twente blijf. Wat ik net zeg, ik voel me gewoon goed en... De afgelopen twee wedstrijden tegen de Graafschap en Vitesse. Overal tegen de Vitesse hadden we dik verloren. Ja, dat was wel minder, maar ik bedoel, ik heb voor mezelf... Had zelf weer een assist. Had ik een assist inderdaad op Hakim. En een paar goede acties, natuurlijk ook acties die mislukten. Maar voor mezelf, ik voel me gewoon goed. En gewoon, het gaat gewoon weer lekker. En ja, dat wil ik gewoon, die lijn zeg maar, van de afgelopen twee wedstrijden wil ik persoonlijk... Wil ik gewoon vasthouden en doortrekken, zodat ik van waarde kan zijn in de tweede helft van het seizoen. Ja, want tot nu toe staat het een beetje lullig. Hè? Je bent al 3 jaar onder contract zo'n beetje bij Twente en je hebt 2 keer gescoord. En ook nog eens tegen Twente. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Wat kan ik daarover zeggen? Ja, weet je dat gebeurt? Ja, op dat moment was ik speler van Willem II. En volgens mij was Sonny Stevens toen keeper en die zit daar. En tegen hen had ik inderdaad gescoord, maar ja, zo be it. Ja. Wat kun je zeggen over die huidige sores bij Twente? Is dat echt een item in de groep? Nee, voor mij persoonlijk voel ik dat niet echt. Ja, er wordt veel geschreven, veel gezegd. Maar ik probeer me daar sowieso van te distancieren. En wat ik merk aan de spelersgroep, wij zijn vooral bezig met hoe wij tweede seizoen zelf... dingen recht kunnen zetten en hoe we betere resultaten kunnen halen. Want ik denk dat het daar uiteindelijk om gaat. Schrik je wel eens van het niveau? Want ik heb het idee bij dit elftal dat je echt spelers hebt die er echt met kop en schouders bovenuit steken. En dat heel veel jonge jongens, en zonder ze af te vallen, nog heel erg moeten wennen. Merk jij dat ook, dat verschil heel groot is? Ja, natuurlijk merk je dat wel. Maar ik bedoel, ik vind dat niet raar. In de zin van, die jonge gasten die komen vanuit de jeugd en... En in de jeugd is het altijd anders. Als je bij bijvoorbeeld je zit bij een Ajax, Feyenoord, PSV en ook wel Twente, die hebben volgens mij ook wel een sterke jeugd, dan win je meestal de wedstrijden vrij gemakkelijk. En dan is het een andere tegenstand. En dan steken ze er ook met koppen bovenuit. En ik denk dat dat ook de reden, dat een van de redenen is dat ze zeg maar doorgeschoven zijn. Omdat ze zeg maar er bovenuit steken. Bij hun leeftijdsgenoten. Maar je ziet dat als ze dan, ja, want het is toch volwassen voetbal, dat ze daar wat moeite mee hebben. En dat is niet erg. Maar ook in de situatie waar wij nu in zitten, het is voor hun ook allemaal, ze krijgen opeens kritiek. Dat doet ook wel wat met de jongen. En weet je, en dat is allemaal niet zo raar. Maar wat ze wel moeten beseffen, en ik denk dat dat gewoon voor iedereen geldt in ons team, is de situatie waar wij in zitten. Daar moeten wij gewoon met z'n allen uitkomen. Of je nou jong bent of oud, dat maakt op dit moment helemaal niet uit. En als jij goed genoeg bent, ja, dan ben je ook oud genoeg, zeggen ze meestal. Want als het goed gaat, dan is het, ja, Osana, alles goed. En als het minder gaat, dan wordt het al heel snel gegooid op het feit van dat het jonge jongens zijn.
ik vind dat wij daar persoonlijk die, met die mensen van. Van die gedachten moeten wij af. En ik weet niet of het heerst in de groep, maar soms heb ik dat gevoel wel. En daar moeten we vanaf, want dat kunnen we nu niet gebruiken. En zijn er spelers die bij jou komen en zeggen van nou, hoe heb jij dat gedaan? Want je hebt ook een paar kritiek over je heen gehad. Ja, tuurlijk. Bijvoorbeeld met Alessio. Hij is ook een jonge jongen en ik herken mezelf wel in hem, zeg maar, in zijn manier van spelen. En zeg maar, ook toen ik wat jonger was. En met hem praat ik best wel veel en hij vraagt mij ook veel dingen. En dan probeer ik hem gewoon daar waar ik kan, probeer ik hem gewoon uit te leggen van hoe hij in sommige situaties kan handelen. Ik ga niet zeggen dat hij dat moet doen, maar dat moet hij uiteindelijk zelf weten hoe hij daarmee omgaat. Maar ik probeer hem dan wel daarin gewoon te steunen en gewoon te helpen. En ja, dat is eigenlijk het enige wat ik kan doen, want uiteindelijk moeten ze het zelf doen. Hoe is je band met Sier? Ja, goed. Ik ben heel. Zijn matties? We zijn wel matties, zeker weten. Ja, ik ben goed bevriend met hem. Binnen het veld, buiten het veld kunnen we het heel goed vinden. Dus ja, klopt. Ja, je snapt misschien een beetje waar ik naartoe wil. Je hebt de Volkskrant misschien gelezen. Ja. Heb je hem ook nog even een tik om zijn oren gegeven? Zeg van, dit is niet handig, Hakim. Ja, kijk, weet je. Jij bent misschien een van de weinigen die hem kan bereiken. Ja, nee, maar kijk, weet je, Hakim heeft het. Ja, met wat voor reden hij het heeft gedaan, weet ik niet. Maar hij heeft daar zijn redenen voor. En ik heb er ook met hem over gesproken en wat ik met hem heb besproken, dat hou ik gewoon onder ons. Maar weet je, ik denk niet dat het aan mij is om te gaan zeggen of het wel goed is of niet goed. De club heeft daarop gereageerd, dat is dan weer heel goed recht. En als hun vinden dat dat de juiste beslissing is om dat te doen, moeten zij dat doen. Maar ik bedoel, ik ga niet zeggen van het is wel goed of niet goed. Ik ga niet bepalen voor Hakim hoe hij zich voelt. Ik bedoel, dat is voor elk individu anders. Als hij er zo over denkt, ja, dan kan ik daar heel weinig aan doen wat dat betreft. Ja, maar jij riep net zelf wel op tot Eendracht, want de tweede seizoenshelft moeten jullie er staan. Want ja. Waar jullie nu staan, dat betekent gewoon degradatie. Klopt. In ieder geval na competitie, hard gelag. Ja, dat zal wat zijn. En om heel eerlijk te zeggen, ik geloof, ja. Kun je je voorstellen eigenlijk? Nee, absoluut niet. Daar ga ik ook niet van uit. Maar ik bedoel. In het veld, bijvoorbeeld in het veld, we hebben het daar net over Hakim, maar in het veld verzaakt hij niet wat dat betreft. Hij is gewoon hartstikke belangrijk voor dit team. Dus weet je, en ik geloof ook niet dat als hij er dan nog is, want dat weet ik niet, als hij er dan nog is, of dat hij dan minder gaat voetballen. Daar geloof ik niet in. En hoe ik hem ken, zal dat ook zeker niet gebeuren. En dan zou hij ook gewoon zeer, zeer, zeer belangrijk zijn voor dit team. Even los van Hakim. Verwacht jij dat deze groep sterk genoeg is om erin te blijven? Ja, absoluut. Ja. Nou, is dat omdat je ook niet de angst groot wil maken bij de supporters? Of is dat echt de overtuiging bij jullie? Nee, dat is de overtuiging die bij mij persoonlijk sowieso is. Maar ik denk ook gewoon in de groep. En weet je, je kan dingen. Kijk, en als ik het gevoel heb van wij gaan het echt niet redden. Ik ga niet dingen zeggen om andere mensen te pleasen. Dat is gewoon hoe ik me voel. En sowieso, wij hebben de supporters nodig en de supporters hebben ons nodig, weet je. Dus dat moet gewoon een goede wisselwerking gaan worden om goede resultaten te gaan boeken in het tweede seizoen zelf.